Goedemorgen! Vandaag neem ik jullie mee een dagje bij mij. Dus wat doe ik elke dag eigenlijk een beetje? Dit is Django, mijn eigen paard. Daarachter Winnie en trainingspaardje. Ik begin 's ochtends met voeren. Hooi van kuil, droog kuil. En daarna krijgen ze lekker brokjes. Dit is Serena, het trekpaard van de buurman. Ze is nu 5 jaar oud, dus ze is klaar om doorgereden te gaan worden. Ze is al wel ingereden, maar we gaan nu beginnen met echt op te pakken en kijken wat we eruit kunnen halen. Lief doen. Ja. Aangekomen op stal nummer 2. Hier staan de paarden die ik in training heb. En op dit moment zijn dat de leuke set mannen, Usje en Boken. Ik ben nu aan het lesgeven. We zijn bezig met longeren, met dit paard vooral met de stelling en de buiging aan de longeerlijn. Probeer iets meer contact te houden nog van voor. Ja, mooi. Goed zo. Paard iets van je afhouden. Netjes. Mag je naar stap gaan onder het zadel? Mag je nog ietsjes binnen vragen en buiten opvangen? Juist. Netjes. Heel goed. Ze zet echt de achterbeen er echt goed onder nu. Iets meer vragen buiten opvangen. Juist. Mag je even van hand veranderen? Mag je hier weer precies hetzelfde even weer op de volte? Dan binnen ietsjes meer vragen, buiten ietsjes meer opvangen. Schouder weg te laten lopen, iets meer opvangen. Juist. Heel netjes. Binnen nog iets vragen? Of ietsjes opvangen? In je slaap laten vallen? Juist. Mag je binnen iets meer gaan vragen, buiten iets meer gaan opvangen. Kijk of dat ze dat been iets meer eronder wil gaan zetten. Ietsjes binnen blijven vragen, houd er actief. Juist, ja, daar stapt ze even mooi weg. Super. Netjes dit. Dan ga je de voorkant er iets afvragen, terwijl je vraagt of dat de achterkant erop wil blijven. Juist, ja, netjes. En dit is mijn paard Django. Met hem ben ik vooral heel druk bezig met voorbereiden op het showseizoen dit jaar. Pas. Ik ga hem eventjes lekker trainen. Goed, Andra. Ja, braaf. Goed, Andra. Goed, boy. Andra. Andra. Goed, knap. Ik ga deze vrijstuurtraining doen met hem.